Oh, dat is zo schattig, dit kindje. Ik weet nog niet wat je hierin moet doen, maar... Hey, you found me. What? Amongst I'm the sleep? Teddy. Nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? Ik ben Albert, dat is mijn naam. Volgens mij zal er geluid uitkomen. Wat was dat? Welkom terug, jongens. Ik ben Albert. Vandaag gaan we Amongst the Sleep spelen. Ik weet niet wat dat is, maar dat is zogezegd met een babytje deze game. Wow, dit is pas uitgekomen in 2014, maar dit had ik dus nog nooit gespeeld. Ik ben een baby in deze game. Wow. Oh, ik moet uit mijn bakje geraken misschien? Oh, was er mis? Mijn settings staan niet goed. Oké, jongens. Dit is dus echt wel een supercoole game. Cool. Wat moet ik hier in de godsnaam bij doen? Dit is een soort van een parcoursje misschien of zo? Ik ben een baby in deze game. Cool. Dat is zo grappig. Oké, en... Ah! Left shift to run. Oh. Dit is zo schattig, dit kindje. Ik weet nog niet wat je hierin moet doen, maar... Hey, you found me. What? Amongst the sleep? Teddy. Nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? Ik ben Albert, dat is mijn naam. Not much of a talker yet, eh? Whoa. Let's play a game. Let's play a game. Okay. Ik ben al een game aan het spelen, maar... I know. Whoa. I'll hide the pink elephant while you're not looking. Dit is heel erg cool. Een grote kamer tenminste. Come here. Turn around and cover your eyes. There. You can look now. Whoa. Hey, Sweetle. Gevonden. Zo leuk. Ik nog eens. En ik zie je. Hallo, ik moet nog iets vinden misschien of zo. Een andere teddybeer misschien. De Pushsome Object. Cool, deze baby is super sterk. Wow. Cool. Kan ik erin gaan? Hey. Wat doe je? Wat deed je? Waarom deed je dat dicht? Ging hem opsluiten misschien? Huh? Oké, moet ik erin gaan? Ah, ik moet me verstoppen misschien. Ah, die ventje wil me helpen of zoiets. Oké. Hey! Ik ben een... Oh, misschien moet ik naar die deurtje daar gaan. Maar ik ga mijn eigen kamer nog eens doorzoeken, want deze kamer is echt onbekend. Dat is leuk. Wat is hier? Cool. Oké, ik zal dit even kluisen. En dit nu even openen. Oh, er zitten alleen maar kleren in. Oké. Misschien moet ik naar buiten komen of zo, van langs hier. Nee, lukt ook niet. We zullen maar even kijken om naar die deurhinter te gaan.
was ik maar een baby. Oh, dat is wel vaker gebeurd. Ah, ja. Wat doe je? Je mag niet overreden worden, hè? Oh, je hebt geluk. Cool, kom. We gaan even kijken in de kasten. Oké. We zullen maar even eens de deur proberen te openen. Lukt ook niet. Wat moeten we doen in deze kamer misschien? Oké, deze kamer is echt raar. Oh, ik snap het al. Ik moet die deur daar proberen te openen. Oké. Een baby zou het wel kunnen, een deur open. Of toch niet? Ik moet daar aan iets komen of zoiets. Om een sleuteltje te pakken. Waarom zit die sleutel binnen? Ja, het sleutel zal nu ook weer niet binnen zitten, ze. Oké. Waar zou ik anders komen misschien? Hier moet ik ook eens gaan kijken. Oh, is het veel interessanter hier. Amai, een baby. Waar ben ik dat toch, een baby? Wat ben jij? Ik heb je gevonden, wie zit hier nog in? Niemand, geen vrienden van jou? Maar wie zit er hierin? Dat moeten we weten. Dan zal ik maar even kijken om die deurtje daar te doen. Naar boven gaan en in. Wow, dat was raar. Die baby is van. Oké, supersterk. Ultra baby. Kom op, je kan het met je kleine handjes. Of kan je je ogen dicht doen of zo? Dat is zijn lievelingspopje nu. Ik zal kijken om hierop te gaan. Zo. Oké, nog iets plaatsen hier. Handtasje van mama. Ah. Oh, de raam open smijten. Dat kan ook zo. En. Of in de kast steken dit, want anders kan je mama niet horen. Want dat is zo'n doosje waarmee je mama je niet hoort of zo. Dan kan je ze horen. Ik ga proberen om mezelf op te sluiten. Oké, kom. Kom, mini teddybeer. Kom. Minuscule teddybeertjes toch, hè? Oké, dat is dicht. Hier zit er ook nog iets interessants. Ik weet niet of ik daar boven mag komen. Veel pinguïns en zo. Oh, we moeten onderaan kijken of zo. Dit gaat me dus echt nooit lukken om iets te doen hierin. Ofwel. Hier zo even kijken. Jij bent sterk. Niks. We moeten iets vinden in deze kamer. Iets vinden. Door alles te slopen hierin. Of ja, ik kan ook gewoon dat doen. Bam, er vanaf. Oké, we zullen nog eens die doos grijpen daar. Waar is die doosje naartoe? Ja, daar is hij. Of gewoon proberen daarin te gaan. Misschien is dat de bedoeling. Dat kan. Hey, what's up? What? Mooi teddybeertje. Ik heb wel gebeten op jou, maar ja, dat zult je niet erg vinden, ze. Wow, zo realistische game. Moet je zien. Dit is echt super cool, dit. Nu, Rob, jij? Dit gaan we hier plaatsen. En nu pas erop. En dan pas. Hiervoor moeten we iets doen. Daarvoor moeten we iets doen. Dus ja, zal maar gewoon dit doen. Ga eens aan de kant, jij teddybeer. Ik hou niet van teddybeertjes. Een baby die iets probeert. Haha. Of een bloempot omsmijten. Haha, stout hè. Een heel erg stoutje baby.
Oké. Walruns. Druk er vanaf. Oh, 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 ik glitch. Nee, ik glitch niet. Jij had toch zoveel speelgoed van, hè? Echt, Stort? Ik laat toch zoveel speelgoed van? Dat is een nachtmerrieboek. Moet ik nog meer boeken bevinden misschien? Oké, dat is raar. Ah, die kan alleen maar spelen hiermee. Oké. Maar die bloembots moet ik daar krijgen nu. Hé, ik zei niet hierop gaan, hè, Pipo. En jij moet je wegkrijgen hier. Ah. Ik zal hem eens op de... daarop smijten. Oké, jongens. Ik heb geen idee wat je bij Along the Sleep moet doen. Dat is gewoon in één kamertje rondrennen, volgens mij. Maar, volgens mij, moet je uit... naar de deur gaan. En daar zit er iets op. Daar zit er iets op. En daar moet ik geraken door iets op te stapelen. Maar mijn kindje zal dat niet lukken, ze. Oh, ik hoorde net iets breken. Ik hoorde net iets breken. Zal dat goed nieuws zijn of slecht nieuws? Ik ga erop. Wat is dat hier? Wow, ik zie meer vechtende kippen en zo. Hè? En als je dit smijt, dan maakt dat veel lawaai, ze. Ga eens aan de kant, je stomme teddybeer. Oké, laat maar gewoon zo lopen. Naar de raampje toe. Een blokje pakken en... wat was dat lawaai? Oké, dat is dus echt wel raar. Dit ga ik hier pakken. En nu de raam open smijten. Jongens, ik heb geen idee waarom ik een baby ben hierin. Maar dat was eigenlijk de bedoeling om de kast hier te openen. Dan moet ik in die kast gaan en daar zit er een portaal misschien. Dat zal het zijn. Oké, baby rent erin. Ik hoor meer vogels fluiten en zo. Of die wekker pakken. Nu. Ah. Bam, 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 bam. Hoe laat is het? Nee, ik heb geen horloge tot nu toe aan. Ik moet de sleutel vinden om die deur te openen, maar de ouders zijn daar. Ik kan ook zo kijken onder de deur en daar is het best wel donker. Nou, tot nu toe ben ik een opgesloten baby met kleine handjes. Misschien moet ik daar iets doen, volgens mij. Laat die doos maar terugpakken, zo. Oh, voor een baby is dit wel zwaar. En jij moet aan de kant gaan, je kleine... Dat ging makkelijker dan ik dacht. Oké, mooi plekje voor een baby. Nu even kijken. Er zit hier niks interessants. Zal maar even door deze tunnel heen gaan. Echt makkelijk voor deze vent hier. En nu, je moet hem ergens naar... Hoe raak jij daar? Jij kan overal heen door glitchen en springen en zo. Ik hoorde een robot. Of een hond of zoiets. Oké, even kijken of jij eens kan glitchen hierbij. Ja, deze glitcht. Ja, deze glitcht gewoon door alles heen, hè. Dat is echt raar hierbij. Ik moet misschien dat proberen te openen. Ja, dat is de bedoeling. Waar val ik? Ik moet bukken misschien en handen naar omhoog. Ik ben een baby. Kan je meegaan misschien? Ja, de mat stond in de weg. Dat is makkelijker, veel makkelijker. Oké, dit hier is zo. En nu... Ah, hoe zal het daar buiten zijn? Oké, ik zal eens proberen. Om te kijken of ik dat kan gebruiken daar.
open the side now. Ik kan niet springen, die bij. Wat moet een baby doen in deze kamer? Ik weet het al. Ik weet het al. Haha. Piep, piep. Een autootje aanrijden. Dat is interessant, dat boekje. Over wat zou dat gaan, dat boek? Ik heb iets interessants gevonden op de grond. Maar niemand weet hoe dat is. Dat is raar. Iets in het Chinees geschreven misschien. Het kan zijn. Amai. Veel speelgoed op de grond. Of moeten we gewoon alles opruimen? Maar dit boek hier in de weg, hè? Of moet ik het in de buurt brengen van dit boek hier? Oké. Dat is een glitchy. Een pure glitchy. Deurtje, ik wil je openen, maar waar zijn de sleutels? Waar zijn de sleutels naartoe? Ik moet goed... Kan je niet oppassen of zo? Hoe laat je een kindje alleen in de kamer? Dat kan toch niet? Up je face, man. Hier een pintje bier voor jou. Haha. En nu. Along the sleep, jij bent echt... Waarom mist ik dit toch niet? Twee bevertjes. Of is dit de bedoeling hiervan? Misschien is dit de bedoeling? Ik heb een balletje gevonden. Verborgen, zo gezegd. En nu moet ik alles opruimen nu. Jij ook, meloen of wat je ook bent. Jij ook. Jij ook erbij. You found it. Moest ik iets vinden? Wow, is that a music box? Does it work? Zegt hij? Is that a music box? Doesn't work? Ik moest iets vinden van hem. Dat wist ik niet. Oké, zo dan. Wil jij eens aan de kant gaan, jij... verdoemde teddybeer, hè? Ga jij eens aan de kant, teddybeer. Do you think the music box still works? Nee, hij werkt niet. Hij werkt helemaal niet. Of hij werkt wel. Goed uitkijken. That's a nice melody. Yeah, that's it. Moet ik nog eens mijn ogen sluiten? Wat ga je doen? Huh? Dat is raar. Nu weet hij pas iets te doen. Ah, ik wist al dat hij dat ging oppakken. 5 thirsty animals upon a dry, dry hill. We could use a drink, they sang and started to drill. Unless we reach water with our newly dug well. Ik zit ook, ik zit ook. I think we'll have to bid each other fare thee well. Hoe kan jij dat lezen? Wat zit hij te doen? Oh! Kijk jij naar. Round and round and round. Left mouse button, don't forget. Round and round. Hey, pick me up and carry me on your back. I want to show you something. Okay. We need some place very dark. We need some place very dark. How about your closet? Okay. Oh nee, hij is gevallen met een teddybeer zelf. It has to be darker.
Shut the doors. Het is echt darker, darker, darker. Good. This will do nicely. Ik zit in een kamer, volgens mij. I hope there are no monsters in here. I hope there are no. If you ever feel scared in a dark place like this, you can hug me tightly. You might feel a little bit safer. Ik kan niks zien, maar ik zie wel. Oké. Bloed op de grond? Dit is echt eng, jongens. Wat zal hier zitten? Oh, moet in die kant op. Was een mes. Dit is horror. Dit lijkt zo eng. Dat beweegt ineens. Dat is raar. Heel erg veel bloed op de grond. Dit is eng. Ik hou niet van horror games. Waarom heb ik deze game gekozen om te spelen? Maar ja, toch. Ik moet het maar uitspelen. Ik moet die vlekken op de grond volgen. Ja, het zijn bloedvlekken. Het spoor stopt hier. Het spoor stopt hier. Ik zit er weer in. Ik ben weer terug. Terug bij die doos. Het is een doolhof. Nee. Nee, nu weer al dat waardje, hè. Wat is er mis met deze game? Ik ben bang. Daar moet ik komen. Daar moet ik komen ergens. Hier zit er iets. Oké, en wat meer versleten. Daarnet was het niet meer zoveel versleten. En nu is het wel ineens. Did you hear that? Yes. Yes, I hear it. I think something's coming. There you are. What are you doing in the closet? Oh, are you playing with your new friend? Hey. It's my Hello, friend. Hello, Mr. Bear. Nice to meet you. How are you today? I'm good. You've got to stop hiding from Mommy. I hope you had a good birthday, hon. Birthday? Mommy would be very sad if you didn't. Ik ben geen baby. Laat me los. Nee, ik wil niet slapen. If you go to sleep now, you can wake up early tomorrow and play with your friend. All day. All day. Waarom ik slapen? Every little boy and girl are sleeping now. All over the world. Het is nacht. And they're waiting just for you. We Het is nacht. Zegt iedereen zit nu te slapen. Elk klein babytje. Good night, hon. Het is nacht. Sweet dreams. Oké, jongens. Dat was het dus voor nabij. Ik play games natuurlijk. Deze video liken. Ik ben nog aan het wachten. Hebben jullie al geliked? Want waarom moeten jullie deze video liken? Als ik 50 likes bij deze videogame krijg, bij deze video zo gezegd, dan betekent dat dat de meeste mensen willen dat ik deze game verder zal spelen. En dat zal ik dus... Ja, dat zal ik doen. Natuurlijk zou ik dat doen. Waarom zou ik dat niet doen? Ik begin dit zelf wel ook een beetje leuk te vinden. Maar het is wel dus heel erg eng deze game. Ik ben een baby met een teddybeer die verstopt zit in een kast. Waarom? Ah ja. En ook abonneren, hè, natuurlijk. Jongens, serieus. Abonneer mij. Heb je me al geabonneerd? Oké. En tot de volgende keer. Ciao. Bye bye. Oh, dit is zo'n enge game.